Zometeen gaan we kijken naar de wedstrijd bij de mannen, maar eerst een gesprekje met iemand die hier twee keer heeft gewonnen in Hoogstraten. Dat is Niels Albert. Niels, ik heb het opgezocht. 2008 en 2010 was het toen je hier won. Wat weet je nog van die overwinningen? Goh, dat is al lang geleden. Ik weet dat 2008 aan het domein de Mosten was nog, denk ik. En 2010 was op het domein waar we hiervoor zaten. Ik heb hier zelf, waar we nu zitten, nooit gewonnen. Hoe ligt het erbij, het parcours? Heel anders? Ja, de eerste twee stukken zijn wel een beetje slecht tot aan de materiaalpost, maar dan gaat het. Ineens als ze dan terug aan de materiaalpost komen, dan wordt het terug slecht. Dus de achterste weiden is eigenlijk heel goed te doen. Hoe zit het met jou en met jouw fietskwaliteiten op dit moment? Je hebt vorige week nog eens moeten fietsen, hè, na die weddenschap van Heusden Zolder naar Lille. Viel het allemaal een beetje mee, en vooral de dag erna? Ja, dat is eigenlijk geen probleem. Een kilometer of 60, 70 kan ik nog wel rijden met de fiets, maar langer lukt niet. Wout van Aert, die werd gisteren tweede. Hij zegt, ik had dat eigenlijk niet verwacht. Hè. Ik heb zoveel moeten feesten, naar al die festiviteiten moeten trekken. En toch wordt hij tweede. Wat kan er vandaag voor hem? Ja, ik denk dat hij gisteren zijn eigen een beetje in slaap heeft laten wiegen door Mathieu van der Poel. Omdat hij kon het eigenlijk niet geloven dat Mathieu in één keer eigenlijk iets voor had. En waardoor hij rugpijn blijkbaar. Hij stond in één keer te voet en hij dacht dat Mathieu gewoon aan het wachten was op hem. En uiteindelijk heeft hij eigenlijk gewoon te lang gewacht in de achtervolging op Laurens. Maar goed, vandaag is een nieuwe koers en we gaan vandaag proberen dat klassement terug geen punten te verliezen of hopelijk een goede zaak te doen. En we zijn er twee die al een beetje moeten in doen, met Kevin en Sven. Dus uiteindelijk gaan we wel zien wat het wordt vandaag. Ja, Kevin Pauls dan, die volgt op 3 punten, Sven is op 5 punten. Die mannen waren nog erg ambitieus, hè. Vrezen jullie die nu? Wow, vrezen. Je mag nooit je tegenstander vrezen. Hè. Maar uiteindelijk moet die koers altijd gereden worden. En het wordt pas volgende week in Middelkerk, is de laatste proef. En daarvoor is er niks weggegeven. Natuurlijk willen we die Grand Slam wel pakken dit jaar. Dat zou uniek zijn op zijn jonge leeftijd. Dus dat gaan we zeker proberen. Hij was gemotiveerd daar juist voor de start. En hij heeft eigenlijk geen kwaaltjes. Dus ik zie het vandaag wel goed komen. Dankjewel, Niels Albert. Hij gaat voor die Grand Slam natuurlijk. Hè. Alles proberen binnen te halen dit seizoen. Wout van Aert, dat vertelde hij ons daar straks voor de start. Wout van Aert, hoe belangrijk is deze cross met het oog op die Grand Slam die in jouw gedachten zit? Ik denk wel belangrijk. Het zijn nog maar 2 wedstrijden die resten en ik denk dat ik mij geen misstap kan veroorloven niet meer. Dus vandaag wil ik gewoon kort eindigen. Kort eindigen, maar dat kan wel, hè? Want hier zitten echt wel van die Van Aert-stukken in met veel modder waar jij je vermogen wel op kwijt kan. Dat klopt. Ik denk dat dit parcours mij zeker moet liggen. Alhoewel dat er weer wat aanpassingen zijn gebeurd waar dat eigenlijk nog heel goed meevalt. Ze hebben daar achteraan blijkbaar een heel droge weide gevonden waar het wat losse trekken is. Dus het parcours is wat anders dan ik had verwacht, maar het is zeker lastig. Ben je goed hersteld van gisteren? Want je had nooit verwacht dat je daar al tweede ging worden. Hoe zit dat nu met dat herstel na die week vol feest? Ja, qua gevoel is mijn gevoel eigenlijk beter dan gisteren in de opwarming. Maar dat is altijd moeilijk te voorspellen. Meestal voel ik dat pas in de eerste ronde. En dat zal vandaag niet anders zijn, denk ik. Hoe graag zou je eens willen winnen in die prachtige trui van jou? Ja, natuurlijk zou ik dat heel graag nog doen voor het einde van het seizoen. Er zijn niet veel crossen niet meer, dus ik probeer elke kans te grijpen. En ik wil zeker die trui nog eens showen met overwinning. Succes ermee, misschien vandaag. Dankjewel, Wout. Ja, en Sven Nys die dacht ook nog eens aan de overwinning. Dat vertelde hij ons daar straks. De ploegleider van Sven Nys staat hier bij ons als Jan Verstraeten. Jan, kan het voor Sven om nog eens te winnen in een van zijn laatste crossen? Absoluut kan dat. Als je een derde kunt rijden en als je ziet hoe kort dat hij er uiteindelijk gisteren bij was, waarom zou hij het niet kunnen vandaag? Ik geloof er alleszins in en ik denk Sven zelf ook. Dus ja, ik geloof erin. Ja, en er lagen van die modderstroken, van die typische Sven Nys stroken. Dat moet hem erg motiveren, denk ik dan. Dat motiveert hem zeker. Het is nu wel zo, het is een tweede dag. Wat we de laatste... dit seizoen toch ondervonden hebben wat vroeger echt zijn specialiteit was. Dat was zijn wapen, hè, die tweede dag vroeger. De tweede dag, dat is iets minder. Maar oké, als je zaterdag een goede dag had, en dat had hij ook wel, dat bevestigde hij gisteren, dan moet dat vandaag ook kunnen. Dus met dit parcours geloof ik er wel in. Goed, nog heel even over jouw toekomst. We spraken gisteren met Jurgen Mettenpenningen, die zei, er zijn 3 kandidaatopvolgers van Mario de Klerk. Jij bent daar 1 van. Hoe ver staat het? Hoe ver staat het? Ik kan bevestigen dat we inderdaad samengezeten hebben en onze ideeën een beetje uitgewisseld hebben. Maar voor mij persoonlijk is het zo. Ik ben met een plan B bezig buiten het wielrennen, zelf voor mijn eigen.
En er zijn een aantal opties binnen de wielersport. En dat zijn de dingen die aan het bekijken zijn. Maar ik moet wel zeggen, het gesprek met Jurgen was een positief gesprek. Prima, dankjewel voor je analyse, Jan Verstraten. Goed, we gaan eens luisteren naar de kopman binnen die ploeg van Jan Verstraten. De huidige ploeg, en dat is natuurlijk Sven Nys. Sven Nys, als ik hier naar links kijk, zie ik een stevige modderstrook. Dat moet jou blij maken, denk ik. Ja, het gedeelte waar vroeger de cross ook op gereden werd, is nog altijd heel zwaar. Maar ze hebben een nieuwe weide gevonden die toch wel voor wat herstel zorgt. En die is heel goed bereidbaar. Dat is precies dat er daar geen regen gevallen is. Dus je ziet maar wat ondergrond... Ja, dat kan veranderen op een crossparcours. Maar het is wel zwaar, want het laatste deelte van de ronde is... Ja, je kunt overal wel boven fietsen, maar dat gaat heel veel krachten kosten. Dus ik denk dat je soms wel verstandiger bent als je af en toe een keer van de fiets gaat. Welke ambitie heb je hier nog in die superprestige? Je staat op 5 punten in het algemene klassement. Dat is niet veel, hè? Nee, dat is niet veel. En je kunt die ambitie heel snel bijschaven als je de dag voordien een goede koers hebt gereden. Ik kan misschien vandaag helemaal tegenvallen, maar ik ga toch weer proberen om op het podium te staan. En uiteraard eerst verdedigen, dus mijn derde plaats wil ik absoluut niet kwijtspelen. Maar dan is er heel veel mogelijk. Een tegenslag van iemand. Laat ons hopen dat iedereen daarvan gespaard blijft, maar alles is nog mogelijk. Ik sta 5 punten van de leider. Dus ik ben heel regelmatig geweest in dit klassement en Diegem is mijn minste prestatie geweest. Maar ik heb er wel zin in en het is wel een parcours waar denk ik de sterkste gaat winnen. En zoals ik het nu inschat was Wout gisteren de sterkste. En denk ik dat hij dat vandaag gaat laten zien, maar ik ga wel proberen zo lang mogelijk te volgen. Veel succes ermee, Sven. Dankjewel. Sven Nys staat derde in het klassement van die superprestige. Kevin Pauwels tweede, die kregen we niet meer te pakken voor de koers. Hij was enorm gefocust, dus we verwachten wel wat van hem. En dan gaan we eens luisteren naar de mannen die voor de dagzege kunnen gaan. En dan denken we natuurlijk aan de man die gisteren furore maakte. Die zijn tweede overwinning van het seizoen pakte, Laurens Zweek. En Mathieu, ik zag jou gisteren langs het water indrukwekkend knallen en de ronde daarna stond je bijna stil. Wat was er aan de hand? Ik denk probleem met de rug. Ja, toen ik naar beneden liep in slijk, misstapte ik mijn eigen en het schoot echt gelijk in mijn rug en vanaf toen heb ik niet meer veel kracht kunnen zetten. Je stond echt stil. Is het dan geen optie om gewoon te stoppen en je te verzorgen en te focussen op vandaag? Ja, daar heb ik al aan gedacht, maar ik ben dat dan toch en ik vind dat wel het minste is dat ik kan doen tegenover de organisatie en tegenover de supporters en dat leek me... Logisch om gewoon die wedstrijd uit te rijden. Je hebt hier al eens gewonnen, hè? Kan dat vandaag opnieuw? Dan gaat er toch vannacht een mirakel gebeurd moeten zijn. Maar mijn rug voelt wel iets beter, maar ik denk dat ik over mijn hoogste vorm wel heen ben. Laurens Zweek, heb je veel reactie gekregen op jouw knappe overwinning van gisteren in Sint-Niklaas? Ja, eigenlijk wel. Er waren heel veel mensen en die zeiden dat ze het mij wel gunnen en zo. Dus dan doet dat eens zoveel plezier om te winnen. Hoe diep ben je moeten gaan met het oog op vandaag? Ja, ik heb wel alles moeten geven om te winnen. Ik krijg niet speciaal voor mijn klassement, maar als je wint, dan gaat het automatisch opschuiven. Dus uiteindelijk ben ik nog vijfde geworden, dus daar ben ik ook zeker tevreden mee. Maar ik vond de overwinning nog mooier en nog plezanter eigenlijk. Inspireert dit parcours jou? Ja, het is iets heel anders dan vorig jaar. En ik had het eigenlijk nog zwaarder verwacht, maar het bolt eigenlijk nog verrassend goed. En er zijn wel enkele lastige hellingsjes en zo die wel een doorslag gaan geven. En de zandbak is ook wel lastig. Allemaal een beetje op mijn hoop op het einde van de Tour. Dus ik denk dat wel mooi is voor de finale. Tom, gisteren vierde, dat zag er aardig uit. Er kan nog wel wat voor jou. Er zit nog wat op, heb ik de indruk. Ja, het is wel, hier in de buurt zijn ze wel allemaal carnaval aan het vieren. En wij zijn hier in de modder aan het pleuteren. Maar het is een heel zwaar rondje. Dus ik denk aan mannelijk Sven Nys hier wel naar voren gaan komen. Moeilijk voor jou om de focus te houden? Ik ga gewoon een heel jaar proberen deze goed af te sluiten en focussen op volgende zomer al. Maar ik ben er zoveel tussenuit gereden. Ik blijf gewoon mijn best doen tot de laatste dag. Rob Peters, gisteren in Sint-Niklaas ben je zesde geworden. Hoeveel deugd deed dat? Op het moment zelf deed dat heel veel deugd, maar ik heb gisteren heel de avond buikpijn gehad. Dat is ietsje minder, maar dan neem ik er mee. Met toch wel een opkrikkende prestatie neem ik er dan graag bij. Wat dacht je eindelijk? Want het is niet echt jouw seizoen, hè? Nee, het is mijn seizoen kan niet goed gemaakt worden. Ik kan enkel gewoon mijn best doen om elke kans te grijpen. Om elk puntje ook dat ik wel nodig heb voor in je top 50 te blijven. Dat ik dat kan meepakken. Andere jaren ben ik misschien na het WK wat uitgeblust. Maar nu sta ik nog met heel veel honger aan de start van elke wedstrijd. En ik zal er ook vandaag alles aan doen om
terug te bevestigen wat ik gisteren heb kunnen laten zien. Ja, en Laurens Zweek die leek daar straks verdacht veel op Mathieu van der Poel. We hebben Kevin Pauls toch te pakken. Hij staat hier bij ons. Kevin, je hebt ontzettend lang verkend daar straks. Hè. Ik denk dat je een missie hebt, een doel vandaag. Ja, het zal vooral die tweede plaats proberen te houden. Zijn, denk ik. Wout van Aert hier kopen, dat zal moeilijk zijn, denk ik. Ben jij gisteren voluit gegaan in Sint-Niklaas of was je toch al een beetje bezig met vandaag, met die tweede plaats en met die superprestige? In het begin ben ik vooruit gegaan, maar ja, toen kon ik niet meer. Het ging niet goed. En dan had ik me al wat gezegd, denk ik. En dan was er toen nog alles gegeven. Toen kwam je nog dicht. Waar ligt het zwaartepunt hier vandaag in die cross? Vooral het eerste stuk, denk ik. Direct dat je van de weg komt, is het heel zwaar. En daarna is het wel veel keer in een draaien. Prima, succes vandaag. Dankjewel. Kevin Pauls, hij is enorm gefocust. Michel en Paul, dat lijkt me toch zo. Ik geef het woord heel graag aan jullie. Dankjewel, Maarten, die zijn eerste klas bij juffrouw Karen zat. Zou zij naar de cross kijken? Ik neem aan van wel. Het eerste stuk, dat is waar we moeten naar uitkijken. U krijgt hier een perfect blikveld. Een overview, zoals dat heet in de terminologie, van deze grond waarop gestreden moet worden hier in Hoogstraten, in de Noorderkempen. Dit is het klassement, het uitgangspunt van Aert. Pauwels op 3 punten. Wat Van der Poel daar staat te doen, God weet het. Daar moet Sven Nys staan met 75 punten. Schrappen dus Van der Poel en met een ander tablootje voor de binnenkomen. Van der Haar staat op 4 met 68. Klaas van Tornhout op 5 met 54. Dan Laurens Zweek met 49. Merlier met 37. Tom Meuse 8e met 36. Van Kessel 9e met 34. Peter staat 10e met 28 punten. Dus er is zeker nog inzet voor de plaatsen 1, 2 en 3. En dan is het al wat verder kijken. Ah, 7 en 8. Merlier 37. Meuse 36. En doe er ook Van Kessel maar bij. 9e met 34. Daar kan ook nog wel wat bewegen. Is dat dan Van Tel? Ja, dat is Van Tel. Want er is toch wel een onderscheid in de prijzenpot. Als je de trofee wint, dan pak je 30.000 euro mee. Word je tweede, dan is dat 17.500. Dat is toch al ferm zakken, hè, Paul? Daar kun je toch al eens je benen voor strekken. Ja. En ben je twaalfde, dan ga je al naar 12.500. Dus vechten maar. Dit is beter. Hier heb je aangepast Nys op 3 met 75. Nys over Pauls, zou dat kunnen? Jawel, de cross zoals er nu bij ligt, dat laat dat halveling een klein beetje vermoeden zelfs. En, dat kan. In de gaten houden. En sommige dingen gebeuren een uur of twee voor de cross. Pauwels komt hier door de bocht en ziet dan zijn kleuren tegen de grond. Wat is daar dan gebeurd? Vraagt een mens zich af. Ah, Merlier ligt daar. Klaas. En die is helemaal vastgegroeid aan Klaas van Tornhout. Klaas na de lange onderbreking niet geselecteerd voor het WK. Gisteren niet meegedaan in Sint-Niklaas. Gaat erbij liggen bij de verkenning van het parcours. Het valt nog mee. Ja, en beter dan op de verkenning dan in volle koers. En zeker in die allereerste ronde, als je daarvan gespaard kan blijven, dan ben je een gelukkig man, neem ik aan. Je zou zeggen dat Picasso hier een hand in gehad heeft. Kijk maar. Ja, de korte zones, de draaizones, de wat langere bolzones, een heuveltje erin, een zandbak en dan een dubbele bocht richting aankomst. Dat is het parcours in Hoogstraten. Gisteren mochten we gewag maken van een kort en vinnig parcours. Hier is het vooral traag. Laten we zeggen dat dit een cross wordt op dit niveau van 1,22 per uur. Halen we dat? Ja, denk het wel. Profs, jawel. Gemotiveerd. Zeker weten dat ze dat gaan zo goed als overtreffen. Gezien die nieuwe weide, hè, dat stuk loopt wat vlotter. Ja, dat ligt een metertje hoger en een meter eigenlijk in crosstermen. Ja, dat maakt van die weide eigenlijk een zeer goede weide. En zeker de vierkante meter, want die is wel meer waard dan de lager gelegen. De echte crossweide waar dat het grotendeels om draait. Dit is een paal, die nieuwe weide. En je ziet ook dat de wind hier vrij spel heeft. En dat helpt natuurlijk ook bij het uitdrogen, hè.
Ja, dat is ook zo. Dus je ziet dat dit een weide is. Dat is echt een propere, gelijke weide met stevig gras op. En die zal hij nooit... is er wel zeer vroeg bij. Excuseer dat ik je onderbreek. Mm-hmm. Ja, mannen weten waarom. Maar je was in een vol betoog. Ja, er staat stevig gras op en je ziet dat dat nooit kapot kan gereden worden. De weide waar dat ze nu aan het werken zijn, ja, daarentegen, ja, die is helemaal omzeep. En dat is toch wel de weide die dat er vandaag toe doet, waar dat het helemaal gaat ontploffen en gaat gebeuren. De Lotto staat vol in de wind. Nijs ook. Zijn foto toch. Wat staat hem nog te wachten? Wel hier presteren, volgende week Middelkerken en dan daags nadien in Ekelo. Ik neem aan dat Nijs traditiegetrouw alles meeneemt. En dan hebben we nog het slotweekend met Lebbeke, respectievelijk Oostmalle. Dat is op 20 en 21. En dan is er ook nog dat zogeheten cross-criterium in Waregem. De slotshow, de 24e. En dan heb je op 27... februari, de omloop het Nieuwsblad, maar dat is dan in een andere discipline. Ja, dat gaat zeer snel, hè, de opvolging. Maar dat is al een tijdje zo aan de gang. Dus vlak na die stadscross, Waregem, waar dat ze dus helemaal door de dorpskern rijden, komt dan dat wegseizoen op gang. En dat is iets heel anders. In Hoogstraten lauweren ze op een manier de wereldkampioenen. We zagen ook Iserbiet met een gelijkaardig cadeautje. Vraag ik me af, lust Van Aert, die hier en daar met Clark Gable vergeleken wordt, lust die chocolade? Ja, nam ze toch dankbaar aan om dan terug te geven. En straks zal er dat toch wel moeten aan geloven, zondagavond. Geef dat aan mijn vriendin. Ja. Die een opkikker kan gebruiken na haar examens. Ze weten niet hoe die afgelopen zijn. Aha. Maar die zijn in elk geval net achter de rug. Of misschien gaat ze dat tegenspreken en straks zeggen van ik heb er nog wel een paar te doen. Pauwels met een glimlach, toch nog eens tanken. Van der Haar ook met een glimlach. Hij wist te vertellen van jou, dat is niet echt mijn parcours. Hij staat wel vierde in het klassement, maar heeft een ruime voorsprong van 14 punten op Klaas van Tornhout, die vijfde staat. Laurens Zweek is in goede doen. Laten we ervan uitgaan dat hij met al zijn body goed hersteld is van de inspanning van gisteren. En dat hij eventueel ook hier in deze trofee nog een gooi kan doen naar een top 5 eindnotering. Dit is Tom Meus. Meese de winnaar in Loenhout, maar dat was dan in die andere trofee, de Bipost Banktrofee. Dit is de Hans Grohe Superprestige. Meese staat achtste in het klassement, Luttele 36 punten. In Diegen was hij vierde en dat is zijn beste notering van het seizoen in dit regelmatigheidscriterium. Mathieu van der Poel won daar in Diegen. Wat met die rug die gisteren plots opspeelde. Was wel zo eerlijk om te zeggen, ik zal wel net over mijn hoogtepunt zijn, zeker. Hier hebben we Van Aert. Wiens hoogtepunt maar blijft voortduren. Van Aert gisteren tweede. Van Aert won in Gieten in Zonhoven. Won in Gaveren en won in Francorchamps. 4-6. Dit is Pauwels. Pauwels die won in Ruddervoorde. En tot 3 keer toe derde was. Tweede in Diegen. Van der Haar, de tweede in Gieten, de openingscross, zijn beste notering. En hier Sven Nys. Tweede in Gaveren, onder meer ook tweede in Francorchamps. Waar het lastig was, dus met veel klauterpartijen. Dit is Laurens Zweek. Zoals ik al zei, zesde in het klassement. En dan gaan we hier naar het hoekje. En dan zijn we hier bij Stephen Hyde, de Amerikaan. Die vooral zal gesprokkeld hebben ginds over de plas. Blijkbaar. Hoe lang kan hij vooraan vasthouden? Korte, nijdige snok, 200 meter en dan echt in die blubber terechtkomen. Ja, dat remt meteen af, hè? Ja, en dat is ook wel stresserend voor de renners. Er hangt zoveel vanaf. En we zijn vertrokken. Nijs niet echt spetterend in twee tijden, die fluo-bike naar voren. Wordt daar dus logischerwijze ook wat weggedrumd door de jongere kerels. Meuse draait als eerste rechtsop, Van Aert aan het wiel. En Hyde is Jandori goed mee weg. Hier zagen we in alle vorige categorieën problemen. Maar dit zijn profs, die komen daar dan net iets beter door. Niet allemaal profs, zelfs meer elite zonder contract dan echte profs. Zijn er heus niet zoveel.
in de Vlaamse rangen. Op 19 is het op. En Merlier, zoals zo vaak goed gestart, de beste sprinter van het gezelschap, Meeuwse mee. Hier is Klaas van Tornoutsmal als hij is door een piepengatje. Gaatje. Weinig. Zie jij een mens die zijn start gemist heeft? Ja, Van Aert draait tweede in het veld en hij positioneert zich nu rond de achtste plaats. Dat is een kleine verschuiving, maar dat is allemaal recht te zetten in hetgene dat gaat komen nu. Is dat dan wat vastgereden in die eerste blubber? Ja, dat moet zijn. In die allereerste meters toch het verkeerde spoor gekozen om dan vast te stellen. Straks ga ik dat op een andere manier moeten aanpakken. Dieter van Tournout is goed gestart. Zit daarmee vooraan, derde positie. In West-Vlaanderen is dat Van Tournout. Voor Van der Poel uit. Ook Nijs op in 12e positie. En iets verderop nog Lars van der Haar. Snipper van Peters, rugnummer 16. Peters gisteren met een zesde plaats, duidelijk tevreden. De Van der Poels aan elkaars wiel. De mannen van BKCP. Correndon. Ja, Van der Poel blijkbaar terug in de haak gekregen door zijn rugprobleem gisteren. Heuveltje naar beneden gelopen. Dat is altijd een stevige manipulatie, hè? Ja. Zo'n rugbehandeling. Draag je meestal nog wel wat gevolgen van. Meeuwsen naar de kop. Lijkt me eerder een verkenningsronde te worden. Bril weg bij de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel. Ja, nee, wees in zowat tiende positie. Wees maar zeker dat ze weten wat er op hun af gaat komen. En dan ben je altijd wat voorzichtiger. Waarom staat je dan met een bril? Je weet toch dat je geen fluit voor je ogen ziet? Ja, maar die bril die is dan zo belangrijk. Hè, want dat is niet alleen maar een brilletje krijgen. Daar hangt ook wel een vergoeding aan vast. En dan, als die dan in beeld komt, dan denk ik dat je mocht aankloppen van... Ik ben weer 5 seconden in beeld geweest. Wout van Aert is wat dat betreft ook al duidelijk getuned. Houdt zijn brilletje op bij de start van het interview en zet het af met enig gevoel voor reclame. Ah, ja, ja. Tijdens het interview zelf. Ja, want dat hebben ze niet graag. Hè. Dus een interview doen met die bril erop. Je moet het ook gezien, hè? Tuurlijk, natuurlijk. Meeuwse, net als gisteren, dartel in de beginfase. Al was het gisteren wel wat later, circa tweede ronde, dat hij zich resoluut aan de kop zette en daar dan achteraf wel wat spijt van had, omdat hij danig terugviel. Nou, wist het dan toch nog te klaren met een vierde plaats. Van der Poel, kwiek, die haait ook nog altijd goed mee. Aerts ook goed. Klaas van Tornhout ook duidelijk driftig. Pauwels en Nijs, zoals ze dat de jongste weken doen, wat matiger starten. Kan wel, is altijd rendabel op een normale, rustige manier starten. Naarmate die wedstrijd vordert, kom je wel automatisch terug door de lastigheidsgraad. Van Aert niet meteen te zien, daar komt hij pas uit de bocht. Ja, nog altijd rond de 10e positie, maar rustig. Zeker geen man overboord. Simonek zit voor hem. Vermeers gisteren ook nergens, zit aan zijn wiel. Hier is Nijs. Er zitten nog wel wat kleppers daar in de buurt van Wout van Aert. Bijna allemaal op deze twee hier vooraan. Na. Wel wind, maar de renners gedekt door een dubbele haag. Meeuwse met een aanvaardbaar tempo. Dit gaat niet al te veel schade aanrichten. Nee. Hij rijdt wel boven. Zelfs Dieter van Tournout hier nog altijd in 5e positie, netjes mee. Hier een heel klein bresje. Daar Van Aert binnenkant. Ja, wel bovenrijden, dus, maar dat kwam hem zuur te staan. Nijs doet dat hier in een fase die je moet liggen. Daar zou je nog een paar mensen moeten kunnen voorbijrijden, maar dan moet je hier overgaan in loopfase. Hier Toon Aerts. Geschouderd de fiets bij Nijs, maar ook bij Van Aert. Allemaal. Lang lopen daar. De blubber is te zwaar, te papperig om die fiets door te duwen. Dieter van Tournout deed het wel. Lastige strook geworden. Daar straks nog netjes kunnen fietsen. Daar waren zelfs vrouwen die dat het nog waagden hier nu helemaal om zeep geholpen. Daar zagen we Laurens Zweek nog voor Nijs uit. Ook hij matig gestart.
Dus wat zoeken naar het juiste ritme na de inspanningen van gisteren. Van der Poel is in orde. In de beginfase toch? Mm-hmm. Naar de kop. Spoor kiezen. Kreffelt hier omhoog. Zijn broer als derde man. Zesde in het wereldkampioenschap. Zeer goede uitslag. Hier Toon Aerts, hier Klaas die opschuift. Dieter van Toornout die eens even kijkt van wie zijn de mannen die mij hier al voorbij flitsen. Het is Arnouds voor Pauwels uit, die blijft hangen. Ja. En hier de zandbak. Altijd een bewondering van stijlfiguurtjes. Kijk, Meuse met de schoudervringen om toch maar dat evenwicht te bewaren. Ja, veel inzet. De ene broer die de zonnebril aanhoudt, dan ook naar zijn jongere broer van ik ben er nog, spaar me nog een beetje. Bij wijze van spreken. Onder de wenkbrauwen door aan het lonken van Aert. En dan zijn we al dicht bij het einde van de eerste ronde. Jawel, die zit er zo goed als op. Nog 150 meter. Drie man afgescheiden. Hier een enkeling. En zij aan het eind van ronde 1. Van der Poel, Van der Poel met Meus. De Of dat de absolute rondetijd is, dat durven we niet met zekerheid zeggen. Dat hangt namelijk af van waar men afdrukt. Hè. Je moet rekening houden met de startzone. Hier Nijs. Met Baas Staans, met Pauwels daar in dat groepje. Nijs en Pauwels daar al dicht bijeen. Zoals ze ook in het klassement staan. Gescheiden door slechts 2 punten. Hier Meuse wat in de problems. Ja, dan ben je de koplopers kwijt op die manier. Mathieu was spoorloos even. Hij zat in de materiaalpost. David aan de andere kant. Hij wist het nog niet. Uniek plaatje. Ik zou zeggen afdrukken dat fototoestel. En doormailen naar vader Adrie. Mag ook naar mama Corinne. Ja, of naar papi. Papi is poepoe, hè? Ja. Van Aert is op komst. Positie 5. 2 mannen van Telenet, Fidea nog voor hem uit. Daar heb je Toon Aerts. Klaas die er zonder enige twijfel nog wat zal willen van maken. Om toch straks aan die onderhandelingstafel nog een paar argumenten neer te leggen. Hey, ik doe nog mee, hè. Ja, dat zal nodig zijn ook. Ondanks dat hij toch wel vrij goed bij met de penningen scoort, denk ik dan. De zon is nu wat van de partij. Desondanks blijft ons scherm donker. Is net zichtbaar. 9 treden deze trap. Van Aert sluit aan. Mm-hmm. Heeft niet veel nodig. Echt niet veel nodig om een plaats op te schuiven. Krijg dat maar klaar. Op 9 treden een plaats winnen. Was het wel zo in het WK dat Van der Poel toch wel de illusie... Nee, Van der Haar de illusie wist op te houden. Van Aert toch ruim een ronde achter zich te kunnen houden. In tijd, hè? In duur. Mm-hmm. Nijs. Doodgemoedereerd, zonder zich nerveus te maken. Ja, nog een pak volk bij hem. Van der Poel weer met die kenmerkende lange halen. Oei. Op een stukje parcours waar hij echt op kikt met al dat lussengedoe. Dat nemen van die bochten steeds wat korter dan al met even welke tegenstander. Meester zoals wel vaker zijn eerste achtervolger. Van Aert is verstandig als hij is wat opgeschoven. Wil winnen in die wereldkampioenentrui. Zweek in de buurt met de Vermeers van Klaas van Toornout. In blok gisteren wat minder goed de mannen van Marlux. Zou dat met het oog op dit spektakel geweest zijn? Maar nu komen ze beter voor de dag. Dat gaat Wout niet doen. Kun je ook heel weinig mee winnen. Vlak achter die bocht. Er moeten in totaal 9 ronden afgelegd worden. Dus bij de volgende passage nog 7. Zweek ook tussen 2 mannen van Marlux. Daar is Nijs. Nog altijd met Baas Staans. Dus dat tempo van Nijs nog altijd niet hoog genoeg om dichterbij te schuiven. Meeuwse ziet, als je het mij vraagt, al carnavalsterretjes.
Ja, daar sprak hij van. Carnaval. Dit was de snelste starter gisteren, Toonaerts, maar moest dat dan wel ook heel snel bekopen. Vermeers wil voorbij Zweek. Zijn generatiegenoot en Nijs moet nog in zijn cadans komen. Jawel, er moet nog wat bij. Van Aert met de wissel. Van der Poel is al wel ver weg. Komt hier nu weer als vijfde op het paadje. In de pad, zeggen ze bij Paul. Ja, en daar rijdt er twee in de pad. Die plaatjes heeft hij verspeeld door die fiets op te halen. En dat kun je eigenlijk missen als je weet dat er iemand aan het wegrijden is vooraan. Ik moet rekenen op een mirakel, aldus Van der Poel. Voorlopig mag je daar een klein beetje van spreken. Maar het is nog zover. Dan zie je dat Van Aert hierop kikt op dit soort stroken. En zeker op dit. Dat vermogen is zo groot. Kijk niet eens naar een spoor, ploeg dat gewoon om. En zegt van ik maak mijn eigen spoor wel. Jawel. Een graaf tot op de harde. IJzersterk. Bij mijn volgende funderingen vraag ik Van Aert. Ja, het zal vlug geklonken zijn. Dan is het tenminste goed gedaan. Kijk eens een keer hoe ver dat hij weggelopen is van de twee waar dat hij in de beginfase van die loopstrook nog bij was. Sluit zelfs zo goed als aan bij Tom Meeuwse. Meeuwse. Dat moet je wel meegeven. Hij heeft wel het lef om te zeggen van ik speel andermaal ridder of mis. Al was het ondanks 4 overwinningen in zijn seizoensbedoeling uiteindelijk mis. Zette alles op de kampioenschappen, maar was dan uiteindelijk toch niet goed genoeg. Het Belgisch kampioenschap wilde hij volharden in de drang om bij Van Aert te blijven. Maar ontplofte dan. In het wereldkampioenschap werd hij uiteindelijk 8e. Ook voor David gaat het nu te snel. Is vooral een man voor snellere parcours, hè? David van der Poel. Ja, heeft wel mogelijkheden. Hij blijft ook nog altijd groeien. Voor hetzelfde geld kan hij er nog wel eentje worden. Wel, dat lijkt me wel sterk dat dat een herhaling wordt van het verhaal van de gebroeders van der Poel van de vorige generatie. Want als jongere was Jack beter dan Adrie. Ja, ja. Maar Adrie, dat was een harde kerel. Die zei van, ik leg me daar niet bij neer. Mijn ouders zullen ook straks voor mij aandacht hebben. En zo geschieden. Ja, en hoe? Als je weet wat hij binnengehaald heeft van en klassiekers. Lander en Luik Bastanakeluik en de Amstel Gold Race en Ritten in de Tour. En ik vergeet nog zoveel. Maarten. Ja, en hij staat bij ons, Adrie van der Poel. Adrie, met die rugpijn valt het wel mee, lijkt mij, bij Mathieu. Ja, kijk, we zijn nog maar 12 minuten, 13 minuten bezig. Dus het is wel de bedoeling dat dat een uur houdt. Dus het is gewoon afwachten. Dus het is eigenlijk wel leuk dat het gewoon een bevestiging is dat hij gisteren wel gewoon goed was. En dat het minder presteren later voor aan de rug lag. Staat het een risico dat hij zich toch vergaloppeert of zeg je nee? Dat zie ik aan zijn lichaamstaal, dat is niet het geval. Oh, dat kunnen we nog niet zeggen. Ik bedoel, dus even te zien hoe hij de inspanningen verwerkt. En na 11 uur kunnen we daar wel iets meer op zicht op krijgen. Nu nog niet. Oké, okay, dan komen we nog eens terug. Dankjewel, Adrie. Oude rot in het vak natuurlijk. Heeft zoveel toestanden meegemaakt. Weet wat hoogvorm is, maar weet ook wat een spectaculaire terugval kan teweeg brengen. Hier is Van der Poel gaan wisselen en dan komen ze daar weer met z'n tweeën. Zou het volk daar niet voorkomen? Dit is in elk geval de toekomst van de cross. Laten we hopen dat dat de toekomst blijft. Van der Poel die dus straks een mountainbike-tocht gaat ondernemen in de lengte der maanden. Zich gaat voorbereiden in mountainbike-wedstrijden op een eventuele deelname aan de Olympische Spelen. Dus in elk geval een inspanning van een langere duur. En in die zin ook misschien wel een goede voorbereiding op een korte wegcampagne, als dat er dan nog in zit. Maar het een sluit het ander niet uit. De weg dan ook een stukje als voorbereiding op het mountainbiken. Heeft Wout blijkbaar weinig krachten gekost om aan te sluiten. Onmiddellijk op kop aan het rijden. Nee, schoorvoetend blijkbaar naar een wat hoger tempo. Neemt nu Peters op sleeptouw. De twee mannen van 21. Er een kopje bovenuit. Nu al.
Amper twee ronden achter de rug. In principe wordt dit het beeld van de volgende 2-3 seizoenen. Dan moet je toch weer helemaal anders gaan inschatten, hè? Laten we ervan uitgaan dat Van der Poel heel uit zijn zomerseizoen komt en Van Aert ook. Dan ga je vaker dit soort duels krijgen, cross na cross. En dan gaan we toch wel een ander beeld krijgen, een ander blik krijgen op ieder regelmatigheidscriterium. Prijzen gaan wat meer verdeeld worden. Ja, dat zal wel zijn. En ze zullen ook met dezelfde wapens eigenlijk aan de start komen van een wereldkampioenschap, zeg maar. Ja, precies. Even moe. Mm-hmm. Of evenveel kleinere crossen geschrapt. Ja, ieder zijn weg, hè. Natuurlijk. Die mountainbike-campagne die dat hij tegemoet gaat. Dan spreek ik over Mathieu van der Poel. Dat vergt dan toch ook wel wat krachten, neem ik aan. Want die tendens van 40 crossen per seizoen, dat lijkt mij stilaan weg te hebben. Dat zal eerder naar 3,34 zijn. Van der Poel springt niet. Is ook niet nodig. Bochtje vlak voor de bochten ook. Balken bedoel ik, en ook vlak daarna nog een eentje. Meesten daarentegen die vindt het beschamend als hij niet springt. Ja, dat kun je eigenlijk wel stellen. En hij doet daar blijkbaar ook iets mee op die manier proberen terug aan te sluiten. Nou, dat is eigenlijk van korte duur, maar het is hem gegund. Hè. Doe het als je kunt. Kom er nog eens een keertje tussen. Ze gaan content zijn. Op een goede 15 meter hangen. Het kan ook wel wat bedrieglijk zijn. Ook Nes waagt het niet hier te springen. Dat wil iets zeggen. En brengt er nog heel wat volk mee. Dat is Toon Aerts. Zeer ruime belangstelling, het moet gezegd. Wat wordt er veel gewisseld, hè? Ja, en zeker bij Wout van Aert, die toch wel vaak in de materiaalpost gaat. Niks mis mee. Je kan er niet tijdig bij zijn om een nieuwe op te halen. Hier komt nu wat meer rek op. Je ziet ook dat Klaas van Tornhout die aanstalten maakte om wat naar voren te schuiven in de openingsronde en in ronde 2, dat hij daar nu al een kleine prijs voor betaalt. Heeft in de periode van het WK een buitenlandse stage ingelast om toch nog van dit slotstuk wat te maken. Dan gaan we naar Maarten. Ja, bij Niels Albert die daarnet, Wout van Aert, toeschreeuwde in de materiaalzone aan de andere kant wisselen. Niels, leg het eens uit. Ja, we zitten hier aan de snelste kant eigenlijk van de materiaalpost. Je kunt altijd zo wel een plaatsje verliezen of toch een paar meter. Maar beter gaan de andere kant wisselen. Nu. Is dat iets dat je op voorhand ook al doorspreekt met Van Aert? Of is dat iets dat je net nu merkt? Nee, ik had het voor de koers al gezegd, maar hij wilde graag aan deze kant wisselen. En dat blijkt nu niet echt de goede optie te zijn. Zijn we op weg naar een groots duel? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Mathieu en Wout vandaag wel een goede doen zijn. Ik denk dat we wel een mooie strijd kunnen krijgen. En voor ons zal het belangrijk zijn voor zoveel mogelijk plaatsen tussen Wout en Sven te krijgen. Of tussen Kevin. En dat we dan zo toch wel al punten kunnen pakken voor het klassement. Okay, prima. Dankjewel, Niels. Ja, dan zie je toch dat die verschillen al vrij behoorlijk zijn. En dat Nijs en compagnie toch al op een halve minuut zitten. 1 à 32 seconden bij de vorige tijdsmeting. Maar ik zie wel dat mensen weer driftig terugkomt. Ja, ze zijn nog altijd aan het zoeken. Hè. Dus als je ziet dat Mathieu van der Poel nog altijd probeert daar boven te rijden, dat Wout dan weer loopt, dat hij heel weinig prijs geeft, centimeters in plaats van meters. Ja, dat is een klein beetje uitzoeken wat het beste is om straks daar iets mee te doen in de praktijk. We moeten niet alleen blijven kijken naar de strijd voor de dagwinst natuurlijk, maar ook die strijd voor de tweede plaats, die wordt razend interessant. Want we zien dat Nijs nu al een volle ronde bezig is met een stevige versnelling. En dat dan Pauwels zijn gedrag absoluut in het oog moet gehouden worden. 2 punten het verschil. Een vreemde kronkel in het klassement. Als je met eenzelfde aantal punten eindigt, dan wordt er gekeken hoe vaak dat je gestart bent in de manches. Ook dat. Ja. En als dat dan nog geen schifting biedt, dan wordt er naar het aantal gewonnen wedstrijden gekeken. En dan? Naar de ereplaats. Ja. Hij is voor zijn doen daar wat vroeg tot lopen gedwongen. Hier de passage van de 3. Daar komt de Toon Aerts toch al uit de bocht. Chrono loopt, dat nemen we allemaal graag mee.
Mooi dat Tony hier blijft zitten en dat ook David van der Poel daar nog altijd zijn plekje bouwt. Daar komt Zweek. Daar zat Nijs onmiddellijk achter, maar die heeft daar dan wat terrein verloren door die wat mankelieke passage door het zand. Hij is nu wel helemaal alleen op pad en dat wil zeggen dat hij zijn ding kan gaan doen. Van Aert heeft overgenomen. Onmiddellijk deze Meeuwse weer aan het trekkertje. Hier komt Nijs nu door op 30 seconden. Dat is twee keer op één ronde fietswissel, Wout van Aert. Ja, het moet hier geweldig aanladen. Of altijd zoeken, nog altijd naar het juiste bandendruk. Wordt af en toe wel meegegeven van nog een klein beetje eruit. En dan zit ik pas op rozen. Pauwels heeft in elk geval de bedoeling om mee te schuiven met Nijs. Zit daar niet zo ver achter. Ik denk een plaats of twee. En we hebben die gisteren bij wijze van spreken zien oefenen in de slotronde door razendsnel tekeer te gaan. Ja, en nog die snelste ronde uiteindelijk te realiseren. Op ons computerscherm toch, hè? Ja, ja. Doorgaans wordt dat achteraf wat aangepast. Er zijn zoveel schermen dat je uiteindelijk niet meer weet waar ze het juiste. Zijn met z'n tweeën nu. Dus David weer komen aansluiten bij Toon Aerts. De man met de grote motor. Met het hoge wattage. Al telt ook de tijd waarin je die wattage weet aan te halen. Op de trap, gezwind Van Aert met een zeer vloeiende beweging. Ja, Van der Poel er een klein beetje naast om toch maar niets aan het toeval over te laten. Even naast deze categorie, een vasteling Iserbiet heeft altijd problemen op zo'n trap. Ja. Zou hij met deze kleppers nu omhoog moeten lopen met zijn korte beentjes, ja, dan zou hij nog meer op zijn buikje liggen. Maar dat is een kwestie van tijd, hè. Dus laat hem nog groeien. Dus hij heeft er alle reden en alle recht toe om dan proberen hier in de buurt te komen. Het is van... een kwestie van in te schatten, maar het is vaak ook... Ja, je bent al bezig met het volgende obstakel en dan laat je wel eens een trede liggen. Van Aert beseft natuurlijk als geen ander dat winnen in die wereldkampioenentrui dat een bijzonder straf gevoel gaat teweegbrengen. Maar dan ook nog eens winnen van een goede Van der Poel, dat levert nog een extra opkikker op. Hè? Ja, 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 dat gaat absoluut wel meespelen hier. En zeker voor die superprestige, die eindwinst. Vandaag wordt er helemaal niet geteld of gerekend of prijsjes weggegeven. Nee. Van der Poel die nog altijd goed colleert. Andermaal voor het lopen kiest. Ook dat heeft Adrie in zover hij dat nog kan. Want zo'n Mathieu is best eigenzinnig. Toch al een paar keer gezegd. Als het te gevaarlijk is, moet je niet doen. Nee, nee. Als het niet zinvol is, moet je niet maar doen. Maar hij heeft echt wel zijn eigen willetje. En dat is misschien maar goed ook. Hè? Ja, jij bent ook door die eigen wil groot geworden, hè? Deels krijg je wel mee, maar... Je moet sowieso eigenzinnig zijn, ja, anders doe je niet mee. Ja, een beetje koppig, nukkig, mag allemaal. Je bent coureur of je bent het niet, of je gaat het worden of je gaat het niet worden. Als je niet koppig bent, dan ben je een slappe Janus. Daar komt het eigenlijk op neer. Tempo is nu hoog genoeg, hoor. Ja, ze hebben allemaal wel die rondes in de gaten gekregen. Hè. Daar straks passeren ze hier nog 6 ronden. Ja, en dan weet je dat je daar moet voor opletten dat het nog lang is. En je bent dan met een Van der Poel op pad. Dat is niet allemaal weg, die vrees. Het blijft Mathieu. Nijs op positie 7, wel op jacht naar Zweek. Daar Peters in een beweging voorbij Klaas van Tornhout. Van der Poel verliest daar een plaatje door strop te geraken. Ja, door gewoon... te kort op het wiel te rijden. En dat was natuurlijk daar straks zijn sterke punt. Heel kort op het wiel blijven, maar te kort. Dit is de strook van Van Aert. Zet van daar altijd een waanzinnig hoog tempo neer in die blubberzone. Rijdt daar gewoon knalrecht door. En heeft dan natuurlijk dat voordeel van dat loopvermogen in die overgang. Hè. Hier, daar het verschil maken. Dode punt. Geraffineerd, bij wijze van spreken. Maar ik denk niet dat hij dat in het hoofd had. Het was de bedoeling om daar helemaal over te geraken met snelheid. Kwam dan even tot bijna stilstand en daardoor moest Van der Poel
op de grond. Daar komt Zweek al de bocht uit. Dat wil zeggen dat Nijs ook niet ver is. Dat is waar hij min of meer op gerekend had. In het begin de eigen koers kiezen in de wetenschap dat er van voor zeker nog volk terugvalt. Daar komt Zweek al. Mm-hmm. Zoveel body, hè. Dan zou nu in de achtergrond Nijs gaan passeren. Wat een atleet ook. Al lopend. Wat een atleet ook. Daar heb je Nijs. Jawel. En waar blijft Pauwels? Komt hij daar? Nee. Wel blauw volk van Marlux. Want je kan hier natuurlijk een halve minuut van Pauwels wegrijden. Maar als die een plaats achter je eindigt, dan schiet je niks op. Nee. Dan is dat punten. Een verschil te miniem. Hier Nijs, die op ieder obstakel eens even naar voren kijkt. We gaan naar die andere jongen van het Hageland, naar Maarten. Ja, Nijs zevende en Pauwels in negende positie. Het is Gianni Vermeers die daarvoor hem aan het rijden is. En nog een nieuwtje uit de achterhoede. Philip Walslebe stapt uit de koers. Heeft een rotseizoen achter de rug en is echt wel aan bezinning toe. Het is een verschrikking voor de man die ondertussen niet meer in Aarschot woont. Hier de twee protagonisten. Nog vijf ronden. Ja, dat gaat zich nog een paar keer herhalen. Zolang dat ze vooraan niet echt van elkaar verlost geraken, kan Meuse terugkomen. Hoe ver zit je hier van Essen? Ja, dat is toch wel een stukje. Hè? Het is niet zomaar vlakbij. Is dat met de fiets te doen of kun je dat belopen? Ja, dat zal fietswerk worden. Hoeveel? Een kilometer? Ik zou me eigenlijk moeten schamen, maar ik ga er iets op plakken. 18 kilometer toch wel. Daarvoor neem je de fiets niet. Ja, toch. Ook Nijs zal wel komen aansluiten, tenzij Zweek zegt van ik ga er gewoon mee door. Dat is Pauwels inderdaad die afkwam, als je het mij vraagt. Dit is inderdaad Pauwels. Ja. Die voelt het gevaar natuurlijk. En hier heb je dan Gianni Vermeers. De West-Vlaming, dan heb je Van der Haar, speelt hier geen rol van betekenis. Telen het volk volledig besmeurd. Hier Merlier ook ver teruggevallen. Als Jens Adams eruit ligt en Peters haalt zijn mankelieke niveau van de voorbije maanden en Merlier valt terug, dan moet je vaststellen dat die ploeg van Van Aert toch wel wat mag verruimd worden. Ja, nu schrap je er natuurlijk wel heel veel in één keer. Hè. Dat is vrij uitzonderlijk, neem ik aan, dat er een Jens zo lang... Er komen crossen waarin mensen als Van Aert ook moet ombrengd zijn. Hè? Mm-hmm. Gelukkig spreken we dan over cross. En dan is dat vaak toch maar vrij bepalend als je alleen zit. In zo'n cross als Ruddervoorde bijvoorbeeld, hè, waar het doorgaans vrij hard ligt... Dan kan het wel eens zijn dat je iemand die wat dichter bij je niveau ligt, kunt gebruiken om je weer bij de mensen te sleuren. Ja, of het spel helemaal over te nemen. Een cross waar dat je echt je zinnen niet hebt opgezet, dat die wordt overgenomen, dat er dan iemand anders in beeld komt rijden. Mm-hmm. Dan is dat wel lekker meegenomen en dat is dan ook een zalig gevoel. Hier. Het blijft draaien dan. Toon Aerts aan het wiel van Zweek. Nijs is daar nog wat blijven plakken bij Van der Poel. Ja, daar moet je dan heel vlug overheen zien te geraken. Want dat is toch weer een gat van een meter of 30 dichtvlammen. Van der Poel zit daar al swingend druk. De swing move. Laten we zeggen dat ze hier elk een stuk hebben op het parcours. Het korte bochtenwerk voor Van der Poel, de blubber annex loopstrook, dat is voor Van Aert. Onderschat Van der Poel zeker niet. Nee, wel in tegendeel. Wel in tegendeel. Daar straks bij het opdraaien op de verharde weg, zag je dat hij met iets minder druk reed dan Wout van Aert. Dan begrijp ik Adrie wel. Bij die vorige bocht was het net erover. En dat kost hem dan weer die move. Dan mag je van geluk spreken dat hij dat met een pirouette corrigeert. Hij zou het ook niet slecht doen als kunstschaatser. Geef hem de bolero van Ravel en hij is vertrokken.
Hopla. Hier komt hij heel goed weg. Ik kan het maar weg klaarspelen. En dan zeg je dat die knie, dat die nauwelijks een maand of drie geleden geopereerd is. Dat maak ik overdrijven een beetje. En die houdt dat. Hij was het echt wel zinnes. Hè? Als je dat terugdraait, dat beeld. Tempo omhoog gejaagd om recht naar die balken. Om daar dan over te springen en hopen dat er een gaatje was. Foute boel. Ja, het gat was bijna gemaakt in de grond. Daardoor die greppel. Lijkt me ook een ferme knots. Laten we hopen dat het materiaal het haalt. En dat niet zoals gisteren was het bij Michael van Turnhout, dat achterwiel in drieën brak. Gaat Wout braaf zijn? Of gaat hij een snok geven? Heeft het wel in de mot. Daar zat veel meer in als we verder in de wedstrijd hadden gezeten. Is Nijs vooral met Paulus bezig nu? Is nog altijd David van der Poel niet voorbij? Dus ik neem aan, opgelet, daar is wat ruimte. Daar is, Van Aert komt op zijn stuk. Er beweegt wat. Hopla, hier heb je het. Kijk hem ploegen. Kijk hem drassen. Van der Poel met iets of wat meer beweging komt daar toch weer snel op het wiel. Ja, dat is hart tegen hart daar. Kop tegen kei. Hier in de loopfase. Oei. Voetje omgeslagen. Goed opgevangen. In de hoop dat het geen verder letsel teweeg brengt. Doorgaans verdwijnt dat wel. En als het dan ernstig is, dan zwelt het wat op nadien. Opletten, Mathieu, voor die spandoeken. Prettige race. Je hebt niet het gevoel dat je hier met een einde seizoenscross bezig bent. Begint het gaan door te wegen of is dat optisch bedrog bij Van der Poel? Ze zijn wel al een paar keer aan het prikken geweest. Deze hier twee. De sleuf opzoeken? Ja, de sleuf laten gelden. Zo lang, zoals in het langlopen. Uit de sleuf, Maarten van Gramberen. Ja, ik sta nog bij iemand uit het Hageland. Geweest de parel van het Hageland. Roland Liberton. Roland, laat jouw kennersoog eens schijnen op de wedstrijd. Wie gaat dat hier winnen? Ja, het is spannend. Na de koers van gisteren voor Mathieu, dus hij had hem gisteren mistrapt, hij had een beetje het verschot in de rug. Hij heeft dat naar de arts geweest gisteravond en terug laten rechtzetten. Maar hij geeft toch vandaag een hele goede indruk. Nu heb ik toch wel een klein beetje het gevoel zo dat hem zijn cadans kwijt is met die misstap te doen aan de balken. Je was er wel van aan het genieten, hè? Ja, zeker en vast. Hij heeft hem goed herpakt, maar of dat hem de goeie... het zal nog even duren dat hij terug zijn goede benen heeft. Maar ja, het is vuurwerk. Hè. Wout heeft nu een 20-tal meter, maar ik denk wel dat hem... hij gaat er terug naartoe gaan en ja, toch nog even wachten. Ik denk nog dat hem iets gaat laten zien. Ja, ja. Dankjewel, Roland Liberton. We kwamen onze Roland ruim 3 uur voor de start tegen. En mijn eerste indruk was, ben je niet vermagerd, Roland? Waarop hij zei, ja, aan mijn armen. Hier in één beeld gevangen, de drie Nijsjes van David van der Poel af. Maar heeft daar weer een ongelukkige start in de fase van het zand hier. Komt er wel doorheen, maar niet met de gewenste snelheid. Hier komt Tom Meeuwse door op 15 seconden. Het zal van het rendement of het verval van Tom Meeuwse afhangen of de achtervolgers nog in aanmerking komen voor het podium. Ik heb de indruk dat vooraan de strijd nog wat bitsiger aan het worden is. Nog 4 ronden. Ze zijn wel de druk aan het opvoeren. En dan spreek ik in de eerste plaats over Wout van Aert. Die toch op een bepaald moment het heft in handen heeft genomen. Een tempo aan het rijden is. Ja, je moet dat, oftewel kun je het aan, oftewel breek je helemaal. Hoe ver is Lille, thuishaven van Van Aert, van Hoogstraten? Lille, Hoogstraten, ja, toch ook wel 22 kilometer. Ook niet genoeg om een fiets te nemen, hè? Hier David, en is dat Van der Haar die opgeschoven is? Dan heeft hij daar heel lang mee gewacht. Toch wel, toch wel. En die komt dan de plaats innemen van Pauwels. Dat zal Pauwels niet zo graag hebben. Op dit ogenblik wil dat zeggen dat Pauwels en Nijs met eenzelfde totaal tussen totaal zitten. Moet Pauwels dan een klapje doen met Van der Haar of staat dat niet
in zijn woordenlijst. Ja, je kunt dat wel voor de geest halen, die klapjes. Hè. Maar als je weet dat Alberto het ooit klaargespeeld heeft om die superprestige te verliezen, dan ben je eigenlijk met profs op pad. Mannen die dat, waar toch wel van verwacht wordt dat die attent zijn en dat die toch wel kunnen praten tijdens de inspanning. Of niet goed geargumenteerd tijdens de klap. Hij moest tenslotte maar top 8 rijden. En als je dat dan nog verspeelt, dan, 2 jaar geleden, hè? Dan ben je een straffe cadet. Dat is 2 jaar geleden, hè? Ja, dat is 2 jaar geleden. En hij is van zijn 13e? Die was er uiteindelijk mee gelopen, maar ja. Ik ga niet zeggen dat hij toen wel gepraat heeft, maar in ieder geval... Even gestruikeld. Meusen. Daar komt Zweek. Een tussenversnelling of 2 kunnen plaatsen om die kloof van de richting te maken. Intussen blijven 2 naar elkaar kans. Zweek bij de vorige passage toch al op 40 seconden. Nijs op 50 seconden. Dat is allemaal relatief. Ondertussen kan daar nog wel een aantal seconden bij. Maarten. Ja, Nijs die rijdt in 6e positie in de kloof met Kevin Pauwels. Die als 9e rijdt is toch al 20 seconden en die kloof wordt groter. Het gaat moeizaam met Kevin Pauwels. De slotronde dan maar. Heel even het voetje los bij Van der Poel. Iets of wat, nee, met zekerheid meer initiatief wat het kopwerk betreft bij onze vriend Van Aert. Van der Poel, dat is meer met stroomstoten. Mm-hmm. Waagt het deze keer niet om te springen. En aangezien de druk in zijn tubus is dat ook eigenlijk niet meer haalbaar. Of zelfs gevaarlijk. Als ze aan elkaar gewaagd blijven, dan zal het aan de leepheid aankomen in de slotfase. Ja. Van de kracht die nog overschiet. Dat gaat Wout niet zomaar laten gebeuren. Gaat het tempo nog de hoogte injagen. Ik heb niet gezegd dat hij die leepheid niet bezit. Hè? Nee, absoluut niet. Maar de leepheid is wel bij Van der Poel. Als je daar de laatste ronde mee ingaat, zelfs op dit moment, draai de klok door, dan heb je toch wel een probleem. Nijs heeft zicht op Aerts. Dat moet toch een heugdeel te pakken. Maarten? Ja, nog een nieuwtje uit de materiaalzone. De fiets van Mathieu van der Poel die is er slecht aan toe. Het kader was gebroken toch door dat manoeuvre daarnet. Heeft er zelf niks aan overgehouden. Gelukkig, ze hebben die fiets snel aan de kant gezet. Maar dus kader gebroken bij dat nummertje daar over die balletjes. Ja. Mm-hmm. Het was natuurlijk wel een brutaal manoeuvre. Ja. Maar bij een stalen frame zie je toch niet gebeuren dat breekt. Nee, en dit was dan helemaal rondgedraaid en in de flank, dus met de 2 wielen tegelijk tegen die balk terechtgekomen. En dan zult u zeggen, wie klapt er nu nog van een stalen frame? Wel, hier en daar zijn die toch wel weer in zwang. Wat een manoeuvre daar van Van der Poel, zeg. Op die manier kun je natuurlijk ook met het kopje spelen. Hè. Is even laten zien dat je die moeilijke fase, die van haar perfect ligt, dat je die even goed kunt passeren. Hè. Jawel. En zeker als het toelaatbaar is, als het er niet toe doet. Nijs heeft Toon Aerts te pakken. Is weer een plaats opgeschoven. Kunt u zich dat voorstellen? Daar rijdt een mens van 39 in de op één na laatste cross die meetelt voor een regelmatigheidscriterium. En toch heeft hij nog die innerlijke drang, dat eergevoel om het onderste uit de kant te halen. Om toch nog een plaats op te schuiven in dat superprestige klassement. Ja. Om tweede te worden. Vermoedelijk gaat hij dat heel zijn leven hebben. Hè? Als Nijs zwarte grond ziet zoals het er hierbij ligt. Dan denkt hij dus op latere leeftijd nog van dit was mijn terrein helemaal. Van der Poel zet druk. Van der Poel zet druk en komt daar helemaal boven al rijdend. Van Aert al lopend. Van der Poel is daar al de pijp uit. Ging iets vlotter dan bij Van Aert. Was dat het moment? Mm-hmm. Dat gaat in ieder geval voor leven zorgen. Nijs en Toon Aerts. Hier heb je Van der Poel door het zand. En wat heeft Van Aert nu nog terug? Oogt wat flegmatiek daar in het begin van die zone. Slaat de vermoeidheid wat toe of zet hij dat nog recht? Hoe is het met de overbrenging, man? Was het dragen van het gewicht van de wedstrijd net wat te veel geworden? Van der Poel weer naar het einde van die ronde. Doet wat denken deze eindfase aan de aankomst bovenop de Citadel van Namen?
Met dat kleine bochtenwerk, ja. Ja. Dit gaat belangrijk worden, deze fase. Nijs dus nu op positie 5 en Paulus op positie 8. Het is nog niet gedaan, hè? Nog 3 ronden. Van Aert gaat er naartoe. Nog 3 ronden. Hier is Zweek. Het is echt spoorzoeken dat je daar moet doen. Nijs aan het eind. Van Aert heeft weer een goede tred gevonden. Nijs wil van Aert af. Hier is Meus. Hier de 2. Nu moet alles goed verlopen. Ja, alles moet lukken. Ieder obstakel telt nu. Jawel, dat is echt. Hè, dat kleine heuveltje, blijf je daar voet aan de grond zetten. Of zet je daar voet aan de grond, dan is dat allemaal in het voordeel van Van der Poel. En is het nu aangewezen om iedere keer als je concurrent binnenrijdt om dat ook te doen? Kwam goed uit, in ieder geval. Nochtans had hij doorgereden, had hij helemaal in het wiel geweest. Dan had hij ook daar eens een keertje vanaf geweest. Positie 5 voor Sven Nys. Aert zit op 6. Het is nog niet dicht. Nog altijd dat kleine gaatje. Lijkt me interessant om die volgende passages ook nog mee te geven. Zit David van der Poel daar nog tussen? Enfin, wij houden ook het computerscherm in het oog. Van der Haar is gepasseerd na Toon Aerts. Van der Poel is gepasseerd. Dus Paulus zit nu op positie 9. Nys op positie 5. Dus Nys loopt nu zelfs wat uit in het klassement op Paulus. En Paulus moet rekenen op Vermeers om een meubel te redden. Ook hier zeker nog niet gespeeld. Nee. Bijna een mistrap. Tussen de 2 en de 3 seconden is dat kleine gaatje. Toch hoed af voor de prestatie van Meuse, want zo ver ligt hij niet achter. Schade behoorlijk beperkt. Toch moet hij opletten voor de opkomende man, voor Zweek. We hebben dat al 100 keer gezegd. Zweek heeft een goed slot in iedere cross. Hij gedreven natuurlijk door zijn supporters, die supporterschaar die al maar groter wordt, om toch maar te beletten dat hij hier niet wint. Iets uitgebreid. Een brugverschil. Seconde meer. Er staan nog fantastische dingen te wachten. Daar twijfel ik geen seconde aan. Op naar de balken. We kijken vooral uit naar het weekseizoen uiteraard, vanwege de afwisseling. Die is zo immens. Maar toch ook al even vooruitkijken naar het volgende crossseizoen. De vlotheid van de beweging is bijzonder sierlijk bij Van der Poel. Aanmoedigingen helpen natuurlijk aan zijn adres. En als je het mij vraagt, is het publiek hier prachtig in de omgang. De rotzooi die je zag vliegen in Zolder hier nog niet opgemerkt. Dat was gisteren in Sint-Niklaas ook al voorbeeldig. Ja, gebeurt heel weinig. En als ik dat nog voordoet, dan zou ik zeggen, haal ze eruit. Blijkbaar zouden bepaalde mensen het heft in handen genomen hebben. En een man die dat gedaan heeft, een beetje met bier gegooid, die heeft er nog goed wat bovenop gekregen. De meeste supporters dulden het helemaal niet. Nog altijd 3 seconden. Moet enerverend zijn voor Wout van Aert. Dat gaat al naar de 4 seconden. Je ziet hem rijden, je komt geen sikkerpit dichterbij. Hier is Nys bij Zweek. De streekgenoten. Er zit wel een provinciegrens tussen. Ex-ploegmaats. Zeer veel respect bij Nys voor Mark Hermans. Zonder enige twijfel Mark Hermans nu de trainercoach van Zweek. Dat manoeuvre de vorige ronde hier op deze plaats, hè, dat is bepalend geweest. Van der Poel met een slipper daar beneden. Kijken of wat Wout daar iets mee kan doen. Komt nu wel in de fase waar dat hij dat gatje moet proberen gaan dicht te krijgen. Hier bij het afstappen.
Dat opstarten van dat achterwiel. En dan die lange schreden van Aert die hem weer dat tikkeltje dichterbij brengen. Jawel, dat is ook zo. Het was nog maar net 3 seconden bij het opspringen. Dat was de rochel van de tussenontgoocheling. Voilà, weer bijeen. Ja, koers kan opnieuw beginnen. Schoon crossje als je het mij vraagt. Oops. Ja, daar wil je toch voor tekenen. Schouder aan schouder. Ja. Ah, je truitje is nog niet vuil. Nu dus wel. Smuri afhankelijk of is gekomen van het zadelen van het tuig op de schouder. Tempo gaat eruit gaan op deze manier. Als je voelt dat er iemand terugkomt, dan ga je herstellen. Hij is nu nog wat vaster op plaats 2. Maarten. Ja, Ben Niels Albert, ploegleider van Wout van Aert. Aan het nagelbijt is Niels. Waar moet het gebeuren? Ja, ik denk dat Mathieu een goede stukken heeft in de lussenzone, denk ik, in de andere weiden. En ik denk dat Wout iets sterker is in de lastige zone hier aan de aankomst. Dus we gaan nu kijken, maar de zandbak zal beslissend zijn, denk ik, vandaag. De zandbak wordt beslissend. Ja, en daar hebben we toch wel een mooi voorbeeld van gekregen hier. Want wat ging Van der Poel daar met sprekend gemak doorheen? Ja, maar dat is het probleem. Als je dan iets te traag daardoor hebt, dan kom je als tweede altijd in de problemen. Oftewel, laat je dat gaatje, oftewel rij je op kop. Een van de twee. Dus je moet je eigenlijk al klaarmaken nog voor die zandbak. Ja, eigenlijk wel. Helemaal. Het is, Wout van Aert is daar heel goed weggekomen. En het is nog altijd moeilijker om traag door het zand te rijden dan zeer, zeer snel. We hebben nog altijd geen informatie gekregen over dat bloedmooie pak dat Van Aert droeg bij zijn majesteit de koning. Jij wel? Jawel. Het is blijkbaar in Herentals gemaakt. Aha. Ja. Maatwerk. Echt maatwerk. Dat kunnen wij pover jongens niet aan. 2 ronden nog voor Meeuwsen. Van een seconde of 14 plots naar 2.23 vanwege de pitsige strijd hier van de twee kopstukken, de klapstukken vooraan. Van Aert andermaal het overwicht hier genomen in de wisselzone. Ze doen het netjes samen. Vindt dat de man die de fiets aangeeft bij Krelam iets of wat meer dash mag tonen. Zweek Nijs, strijd in de strijd. Maar veel achter Meeuwsen. Hè. Kijk eens aan, dat is een minuut. Dat is een minuut. Dus Nijs nog altijd op 5. Aert zag ik daar uit de bocht komen, nog altijd op 6. Bewijs van die motor, hè. Daar heb je Van der Haar op 7. Van der Haar rijdt natuurlijk ook voor zijn prijsje. Staat 4e in dat klassement. En wil dat kosten wat kosten wil behouden. Van der Haar op 7. Zit David van der Poel er ook nog tussen? Want dan komt het Marlux-complex. Hier is Van der Poel. Met nog altijd ruime voorsprong. Niemand te zien. Nee, dat ziet er goed uit voor hem. Eentje. Hier is Pauwels, maar daar is de fut weg. Helemaal weg. En moet Klaas nu niet gaan sleuren voor Pauwels? Ja, normaal gezien is dat het minste dat van hem zou kunnen verwachten. Daar Simonek met Vermeers aan het wiel. Heel breed. Door de bocht. Van Aert. Dus Vermeers. Merlier daar niet ver uit de buurt. De ploegmaat van deze Van Aert. Onmiddellijk binnendoor Van der Poel. Onmiddellijk profiteren daarvan. Lange mannenvellen in de grond geraakt. Met het pedaal de grond geraakt. En dan krijgt die fiets eigenlijk een volledige slag. Het houdt ook niet op daar. Het bochtenwerk. Mocht je het vergeten zijn, Van Aert won in deze trofee al 4 wedstrijden. Op alle mogelijke verschillende parcoursen. Dat was wel een vreemd manoeuvre. Mm-hmm. Zo goed als beide voeten uit de pedalen.
het zal er wellicht niet van komen, maar ik zit toch te wachten op een sprint. Dat wil ik wel eens zien. Ja, maar het is geen echt fraaie sprint. Nee, het wordt een verkapte sprint. Ja, die zandbak dat ervoor is, dan nog dat lussenwerk om het echt op een loopzuivere sprint te laten afgaan, dat gaan ze ons ontnemen. Kijk, dit kan de Nederlander beter. Dan is het weer wachten tot een langere rechte strook om Van Aert weer zien bij te peddelen. Mm-hmm. Het signaal was daar, hè. Dus ja, de pap in de mond, dat kleine incidentje met het... De voet uit het pedaal was voor Van der Poel onmiddellijk het signaal om nog eens te gaan. Ik hoef je niet te zeggen dat ieder detail nu telt. Ieder foutje afgestraft wordt. Omdat ze allebei dat vermogen hebben om ruim boven het uur te gaan zonder zwaar ineen te storten. Mooie cross van Tom Meesen. Maarten. Ja, bij Mario de Klerk. En heel even over dat klassement, hè, en over Kevin Pauwels. Negende rijdt hij nu. Nijs vijfde, dan gaat hij zijn tweede plaats verliezen. Gaat Pauwels derde worden. Wat is er aan de hand? Is het nog altijd die rug? Ja, die rug speelt terug part, gisteren, nu terug vandaag. Het is al van sinds met nieuwjaar. En het gaat blijkbaar niet over. Soms heeft hij een keer een goede dag, maar meestal speelt die rug hem totaal weer op. En zo, als hij dat vorig jaar had, dan ging de kracht eigenlijk langzamerhand uit zijn benen. Maar nu is het plots en het is gedaan. Ja, maar als hij negende wordt, dan kan het nog straks in Middelkerk, want die allerlaatste man. Ja, hij moet negende worden, maar hij kan evengoed 14 of 15 worden. Dus volgens mij gaat Nijs 4 worden. En als het een 9 wordt, scheelt het, ze zal altijd 3 punten achter staan. Dan kan het nog in principe in Middelkerk. Maar ja, het zal in ieder geval moeilijk worden. Heel snel, wie wint? Van Aert of Van der Poel? Goh, een moeilijke vraag. Hè. Ze zijn beide even sterk, maar ik denk Van Aert. Voilà, Mario de Klerk heeft gesproken. Ja. Denkt wat tegendraads, maar krijgt wel vaak gelijk in zijn voorspellingen. Daar is hij zeer goed in. Daar een kleine misslag van Aert. Mm-hmm. Dus we hebben vooral onthouden dat hij Nijs vierde ziet worden. Dan moet hij wel afrekenen met Zweek. Hier pakt hij seconden. Van der Poel. Het ocht wat moeizamer. Ik zag hem nog wel lonken hier. De man van Lille. Belgisch kampioen en wereldkampioen. Mm-hmm. Je zal verbaasd zijn als je straks terug de twee in beeld krijgt. Ja. Dat er toch een gat is van een 4 à 5. Misschien wel 6 seconden. Ah, ik dacht dat je ging zeggen hectometer. Nee. Oei, oei. Ja, ja. Is het gebeurd? Is het dat? Nee, dus. Ja. Je moet met twee woorden blijven spreken. Dat heb je dan toch weer van gezien. Van Aert heeft daar dan wel die dollevaart te pakken. Daar waar dat volledig tegenstropte en strubbelde in de vorige passage. Zijn ze daar weer bijeen. Ga toch maar op kop rijden als je wil winnen, Wout. Dan kan je dat niet overkomen voor de tweede keer. Het is een van de mooiste duels die we dit seizoen al gezien hebben. Dat is waar. Dit is onze Tom. Met een zwiertje, maar wel aan het eind er doorheen. Slotronde. Slotronde. En weer vooruit. Nog een goede 7 minuten pitsige strijd. Nou, zo lang niet. 6.40, 6.45 misschien. Dat moeten we te weten. Hier mee. Ja. Blijft volharden. Mooi, hè? Ja. Echt mooi. Lang op de tanden gebeten om ze niet te ver laten weg te rijden. Zak ze voortduren. Dat is al een poos gedaan. Maar hij zit op 23 seconden. En het is weer van dat. Andermaal in zo'n technische zone. Zeer snelle wissel. Van Aert moet nog wisselen. Schuddebolt wat. Mm-hmm. Je rugwind. Dat is met de klap weer 2,5 seconden. Hier komt Nijs door, dicht bij Zweek. Alsof je de Klerk gelijk gaat geven. Dat is 20 meter. Dat is 20 meter. Nijs gaat over Zweek. Voor de punten. Zei hij, toen we wachten op sportweekend, vorige zondag na het WK. Dat is nog niet gedaan, hè? Die is superprestige. Pas op, hè. Nijs dus. Ja, dat is knokken. Tot het laatste, hè. Tot de laatste druppel.
En toch geeft Van Aert nog niet af. Nee, een spandoek of vier. 1, 2,5. De trap. Opgelet voor een mistrap. Van der Poel boven. Van Aert boven. Met zwier naar beneden nu. Van Aert met net iets meer lef door die bocht. Ja, ze riepen hij is op komst. Dan gaat het wel snel moeten gaan. Maar die opeenvolging van die bochten ligt de Nederlander beter. En dat optrekken, dat is ook zo krachtig hier bij het uitgaan van iedere bocht. Jongen. Pauwels nog altijd positie 9. Dus even wachten. Moet nu pas aan de streep voorbij. Komt hier nu pas voorbij positie 10. Zakt nog verder weg. En hoe zit het hier, Paul? Hoe loopt het af? Voorspelling? Ja, het is nog altijd kantje boord, dus richting de balken nu. Dat is niet echt in het voordeel, want Mathieu gaat daar toch niet springen. Daar heeft hij al te veel brokken gemaakt. Maar dan komt straks die loopstrook nog en dan uiteindelijk die zandbak. Maar normaal gezien gaat het blijven zoals het nu is. Ja. Normaal gezien. Paulus wordt bevestigd, wordt vooraf gegaan door Van Tornhout. Van Tornhout heeft Paulus gewoon achtergelaten. Knoop je dat nu aan in? Daar overheen, nog altijd datzelfde verschil. Van der Poel al wel die bocht weer uit. Goed gecorrigeerd daar met het voorwiel bij het uitdraaien. Dit is zijn zone, hier gaat hij een seconde verder wegrijden. Zandbak dus, hè? Ja, het is natuurlijk nog ver weg, de zandbak. Dan moeten we eerst nog een paar keren een heuveltje over en nog de loopstrook verwerken. Maar je ziet dat het alsmaar dat kleine tikkeltje in het voordeel van Van der Poel pleit. Ja, maar ik heb de indruk dat hij zijn zesde cilinder weer aanspreekt. Hopla, een eresaluutje. Afscheid voor dit seizoen van Hoogstraten. Een zwieper bij Meusen. Dat is wel straf. Gisteren volledig uit de haak met de rug van der Poel. Elastische rug. Van Aert daar weer wat diep gaan zakken bij het aansnijden van die bocht. Maar dit lijkt me veel. Dit lijkt me veel. Hier gaat hij nog goed overheen. En dan komt daar de Van Aertzone. Maar daar kreeg je een mentale tik. Twee ronden geleden. Dan de loopfase. Van der Poel daar al in de loopfase. Goed het gebruik van de linkerarm. En dat wachten duurt wat lang. Brakkerveld zou zeggen, de chef, koers is gereden. Ja, ja, de koers is gereden. Maar het is al gelopen. En dat is echt, dat hangt af van details tot en met, zoals we nu Van Aert zien rijden hebben vandaag. Ik ben er 100% zeker van dat hij iets meer druk in zijn tubus heeft. En dan moet je natuurlijk tegen een kerel die dat heel veel talent heeft. Nu is de cadans helemaal weg. Moet je eraan. Nu is de cadans helemaal weg. Het begint ook te druppelen, maar dat speelt geen rol meer natuurlijk. Van der Poel nu als een bezetene. En de fut is wat weg bij Van Aert nu. Hier nog het kantje opzoeken. Hier de sleuf gaan gebruiken. Nog naast de sleuf blijven. Dat is inderdaad een stukje dat nog niet of wat beter bereidbaar is. Hier is hij ook als zo goed als enige enkele keren bovengereden Van der Poel. Wout legt er zich nu bij neer en dat is logisch ook. Ook straf wat hij verwezenlijkt heeft, weinig getraind. Wat hij in Hogerheide en in Linière laten zien heeft, wat Van der Poel betreft, dat was nog straffer. In Linière heel bedaard vanuit een 15e, 6e positie, 16e positie de boel wat bekeken en dan zijn move geplaatst en dan gewoon de rest koud afgemaakt. En bij Van Aert is het beste wat weg nu. In Hogerheide, dat was een one-man show. Dan viel het tegen op het WK, maar dit mag gezien worden, hè? Amai. Dit mag gezien worden. Dat doet natuurlijk deugd op het terrein van de wereldkampioen komen winnen. Die trui ook natuurlijk ook mooi.
weer wraak op de wanprestatie van gisteren na dat rugletsel. En hier winst de wereldkampioen in de slotronde droog afgemaakt. Maar die heeft wel een bijzonder mooie cross gereden natuurlijk, ook hij. En prachtig duel gezien. Mensen, dit is een voorbode van zoveel andere mooie dingen die we hopen de volgende 3 jaar te zien. Dat ze maar zo lang mogelijk in deze bijzonder aantrekkelijke sport blijven. In de slotfase toch nog een goede 19 seconden aangesmeerd. Kun je de sms'en nog bij de pol? Ja, ja, toch wel. Maar eentje zijn toch, de mensen blij? Gaan er toch eentje uitflappen. Dus Paul van Loon, dat is de man die dat deze Mathieu van der Poel terug in de haak heeft gekregen. Paul van Loon zoekt zijn loon. Ja, veel werk aan gehad, maar het heeft geloond. Ex-crosser, hè? Ja, op met de bond altijd meegegaan. Zijn naam is gevallen. Hier is Meeuwse. Kijk eens, 52 seconden als ze vooraan vlammen. Wel op 2,53 seconden. Nijs wordt vierde. Nijs wordt vierde en totaliseert dus 12 punten. En schuift op naar de tweede plaats. Mathieu van der Poel, door die late instap, speelt die geen enkele rol van betekenis in het eindklassement van deze superprestige. En Nijs naar 2, de man die deze trofee 13 keer won. 13 keer. Koppera was niet waar. Hier is Zweek. Vijfde uiteindelijk, na zijn overwinning van gisteren. Hm. Beetje beduust. 1,40. Dat is het verschil natuurlijk als ze er echt voor gaan, vooraan. Oho. Diep geweest. Hier is Toon Aerts. Vijfde. Op bijna 2 minuten. Of is het zesde? Zesde natuurlijk. Zweek is vijfde. Het is Van der Haar. Van der Haar komt binnen als zevende. Heeft nagenoeg een hele cross alleen gereden. Ja, ook voorspelbaar. Hè? Dus zoals hij dat aangaf in de interviews. Van zoveel moet je van mij vandaag niet verwachten. Maar je moet er dan door. Hè? Je zit in een klassementscross. Licht je dat of licht je dat niet? Trappen. Heb je Nederlands bloed in je aderen? Want ik hoorde nou. Ja. Ja? Af en toe. Ja. Een beetje, hè. We zitten hier vlak aan de grens. Maar is het ook echt zo? Dit is David van der Poel? Eigenlijk wel. Ik wist het. Mijn overgrootvader. Ja. En dit is Klaas van Tornhout en die komt dan zo een puntje wegpikken. Hè. Misschien ook al omdat Paulus gezegd heeft van ja, je moet gaan niet meer. Geen avans meer. Dus dat wil zeggen dat Nijs riant afstand neemt van deze Paulus die er ook nog eens net Simonek voor. Ja, hij moest daar nog even diep voor gaan. Ja. En hier is het nog eens drummen voor Merlier met Jury Adams. Paulus is uiteindelijk 11e. En daar is Nijs. Men zegt mij al een keer of 2, 3 dat dit Nijs is. Dus Nijs aan het woord. Ja, we gaan naar Nijs. We waren hier net getuige van het snelste wasje ooit. Sven, 4e ben je geworden. Kevin Paulus, 11e. Dat betekent dat je over hem springt, stevig over hem springt zeker, naar die tweede plaats in de Superprestige. Oh ja, dat was wel ambitie op zich, om toch nog een plaats te winnen. Ja, ik voel ook dat ik duidelijk tekort kom om een wedstrijd te winnen. Wout en Mathieu, als ze echt goed zijn, steken ze er bovenuit. En Tom kon langzaam wagonnen aanpikken, maar ik heb bewust gekozen om mijn eigen tempo te rijden en proberen te groeien in de wedstrijd. En ik voelde ook wel dat ik gisteren echt diep ben geweest om toch op proberen naar Laurens toe te rijden. En uiteindelijk word ik 4e en ik heb mijn koers goed ingedeeld. Ik kon uiteindelijk Laurens nog pakken de laatste ronde. En Kevin heeft zijn eigen stuk gereden denk ik, om proberen bij mij te blijven. Dus ja, als ik nog eens kan 2e worden in dit klassement, dat is niet slecht. Dit mag je niet meer afgeven. Hè. Er is nog 1 wedstrijd straks in Middelkerken. Maar heb je al een stevig kloofje met Kevin Pauls? Ja, ik ga dat ook proberen niet meer af te geven. Ik ga proberen van zoveel mogelijk met te blijven concentreren op volgende week zaterdag. Nog 1 keer alles eruit en dat zou heel mooi zijn als ik nou Wout van Aert nog een keer 2e word in dit klassement. Ik dacht dat je alleen maar ging genieten, maar die ambitie die blijft dan toch. Je moet je nu blijven verzorgen. Hè? Ja, maar zolang ik een nummer op mijn rug heb, ga ik proberen van koersen te winnen of toch zeker van daar zo dicht mogelijk bij te zijn. Die ambitie die gaat niet weg. Ik probeer daar wel van te genieten, maar het doet natuurlijk wel pijn. Het is niet van de poes om hier vandaag toch nog eens proberen er alles eruit te halen. Dankjewel, Sven Nys. Michel, heel even het woord aan jou, want als ik rondkijk, zie ik alleen nog maar blote billen en dus kunnen we nog geen interview doen.
Nijs had 75 punten, pakt er vandaag 12, komt op 87. Pauwels had er 77, heeft er vandaag op de 11e plaats zeker nog 5 gesprokkeld, komt 82. Dat is een verschil van 5 punten als we dat snel en goed berekend hebben. Dat is in superprestige termen al een kleine eeuwigheid af aan. Een enorme bres. Van Aert wil te verstaan, heeft er 94 na zijn tweede plaats. Na deze Van der Poel die het diep moeten gaan zoeken is. Maar het is een mirakel, hij zegt zelfs een mirakel, dat hij het nog gaan zoeken is en dat hij het gevonden heeft. Dat zal wel. Na zijn toekomst van gisteren. Agressie er wat uitkloppen, hè? Jawel. Ja, dan ben je tevreden, hè. Gisteren heeft hij dat ook na de wedstrijd verteld. Als hem dat niet overkomen was, hadden ze hem ook nooit meer teruggezien. Dan spreek ik over Van der Poel. Komt natuurlijk uit het kamp van Mathieu. En dan moet je dat af en toe met een korreltje zout nemen, maar... Morgen staat in de krant. De Nederlandse kampioen Mathieu Van der Poel verslaat de wereldkampioen Wout van Aert. Meuse is derde, zo gaat dat. Op ruim 50 seconden. Nijs is vierde voor Sweek, vijfde. Dan Aerts, dan Van der Aert, dan Van der Poel, dan Klaas van Tornhout en Jim Arnouts. En dus moeten we stellen dat Pauwels gisteren geen generale repetitie gehouden heeft. Hij is vandaag tevreden met de 11e plaats. We gaan kijken naar de samenvatting. Met de prijzen voor Wout van Aert voor de start. Chocoladeding. En de aardbeiencross. De eerste ronde had wat van een verkenningsronde. Recht blijven in de blubber. Maar toch viel hier en daar al een gat. Klaas van Tornhout zat goed in de beginfase, maar moest er snel uit. Vermeers moest aan het eind van het verhaal ook gaan knechten. En kijk eens waar Nijs en Van der Haar daar zaten. Dat was wel erg ver. Van Nijs weten we dat hij het vormpeil heeft om gestaag op te schuiven. Dat is vooral Van der Poel die door acties vooraan ging rammelen. Hier zagen we in de achtergrond Sweek wat opgesloten zitten. Nijs nog altijd na ronde of 2-3 op zoek naar openingen. Zij hadden die gecreëerd, de twee groten. Met Meuse die een ronde of 2 dacht van, ga er toch nog een tijdje bij blijven. Veel initiatief bij Wout van Aert. Sweek was daar al gepasseerd. Nijs kijkt om en ziet Pauwels, de man waar hij overheen moet in het klassement. Dat is een kapitale fout, zo leek dat toch. Was nefast voor de vreugde van die fiets, die is voor de schroothoop. En toch zet hij door. En toch gaat hij aan het eind van de race Wout van Aert onder druk zetten. Meermaals. En dat bochtenwerk dat maakt uiteindelijk het verschil. Iedere keer dat aanzetten, iets flitsender dan Van Aert vandaag. En dat is bepalend voor het verloop. Ook al kan Van Aert toch nog komen aansluiten. En zei Mario de Klerk toen, Van Aert wint vandaag. Daar hadden we weer het gevoel, het is voor Van der Poel. Maar dan liep die vast in het zand. Dus moest het nog wat verder gebeuren met een derde aanval. En die kwam er dan, na een brutale afdaling. Een paar fikse bochten met vliegwerk bekroond met winst. Na Hoogrijden een wachtpauze moeten inlassen om nu te winnen in Hoogstraten op het terrein van de wereldkampioen. En hier is Tom Meeuws, de man van Essen. De mannen van de Kempen, ze zijn in de finale afgedroogd door de Noord-Brabander. Alhoewel, Capelle zou Kempen zeker? Jawel, ook hetzelfde regio, hè. Nog net het kantje Noorderkempen. Het verhaal van Tom Meeuws bij Maarten. Ja, Tom Meeuws die nog net een petje opzet om de sponsors te plezieren. Tom, je zei daar straks voor de cross. Goh, ik ben eigenlijk al met volgend seizoen bezig. En dan word je hier mooi derde vandaag. Ja, maar ik denk dat ik nog altijd op mijn niveau zit. Ik denk dat de mannen als Pauwels vandaag iets minder waren. Van der Haar was iets minder. Ik zit gewoon op mijn plek. Ik normaal deze niveau al, dan word ik vierde of vijfde. En dan zit ik derde. Dat is wel hard voor jezelf, vind ik. Ja, vet, ik zit al een heel seizoen in. Ik rijd wel goed, maar net niet goed genoeg. En dat merkt ook aan de mensen dat ik aangemoedigd langs de kant is van niet opgeven en niet dit. En ik doe mijn best, maar ik kan niet beter. En wat hoop je dan met de komst van Sven Nijs? Dat hij dan toch een paar dingetjes aanreikt, waardoor je die paar plaatsjes kan opschuiven?
Waar gewoon eens een goede zomer hebben. Ik heb afgelopen jaar in de zomer mentaal niet altijd gemakkelijk gehad. En nu op gewoon keihard te focussen in de zomer. En ik denk dat ik dan wel een aantal percentjes terug korter kan komen. Ik wens jou daar heel veel succes mee. Dankjewel, Tom Meusen. En dan kunnen we naar de man die vandaag tweede is geworden, naar de wereldkampioen. Die heel even nog aan het drinken is van een colaatje. Wout van Aert, we hebben een prachtig duel gekregen. Wat denk jij nu? Wat voel jij nu? Heeft de allerbeste gewonnen? Ja, ik ben er eigenlijk zeker van. Ik had graag een spannender duel van gemaakt. Want op het laatste was het altijd door dat ik de vermoeidheid wat toesloeg, dat ik wat foutjes begon te maken. En kon Mathieu altijd afstand nemen. En hij kon een paar keer dichtrijden, maar de laatste ronde was te veel aan. Hij zette ook voortdurend druk, hè, op jou? Ja, ik zeg het. Ik zat echt tegen de limiet in de slotfase. Toen begon de vermoeidheid echt op te spelen en dan begon ik slecht te sturen. En zo kwam ik altijd aan de tweede materiaalpost met mijn achterstand. En soms kon ik aan dat loopstuk nog recht zetten, maar de laatste ronde nog één keer alles op alles gezet. Maar toen ontplofte ik volledig en er was overwinning aan vliegen. Dus ik denk dat Mathieu zeker sterker was vandaag. We rijden eigenlijk een beetje in jouw achtertuin. Lille is hier niet zo ver vandaan. En merkte je dat vandaag aan het publiek, aan de supporters? Jawel, er was heel veel volk sowieso en er was heel veel sfeer. Maar ik denk dat de sfeer sowieso heel positief was en ik hoorde ook veel aanmoedigingen van Mathieu, dus dat was wel goed. En, ik denk dat het hier al een stuk gezelliger was om rond te rijden voor de Nederlanders als vorige week. En zo hoort het ook natuurlijk. Hè. Het klassement, daar moeten we het ook nog heel even over hebben. Je zei, ik moet ze toch in de gaten houden, hè, Pauwels en Nijs. Ik denk dat je bijna zeker mag zijn dat je die superprestige ook binnenhaalt na die twee andere regelmatigheidscriteriums. Als ik nu net goed gerekend heb, komt Sven op 7 punten, denk ik. Dus dat is inderdaad al een mooie voorsprong. En moest Sven dan volgende week winnen, dan mag er al enkele renners tussen zitten. Dus ik ga met een vrij gerust gemoed naar Middelkerken. Maar naar Diegem ging ik ook zo en toen had ik pech. Dus dat moet sowieso achterwege blijven en dan ziet het er wel mooi uit. Het zou toch wat zijn, hè, die Grand Slam? Ja, eigenlijk wel. Nu begint dat wel te leven. Op het laatste van het seizoen is zo wat het laatste doel dat ik nog voor ogen heb. En dan wil ik ook graag nog in die truis een keer winnen. En hopelijk lukt dat nog een van de komende weken. Dat wensen we jou ook toe. Dankjewel, Wout van Aert. En dan gaan we naar de winnaar van de dag. En dat is Mathieu van der Poel. Mathieu, dat vuistje daar aan de streep, dat sprak boekdelen. Hè. Daar zat agressie in, denk ik, voor een stuk. Ja, het was vooral een beetje de frustratie van gisteren doorspoelen. Waar ik toch een mentaal tik heb gekregen. Maar ik wist dat als die rug terug in orde kwam, dat ik nog wel een goede dag kon hebben. En ik denk dat we een heel leuk duel hebben gegeven voor de toeschouwers vandaag. Het was een heel leuk duel en een aantal spectaculaire stukken ook. Hè. Jij ging als een ballerina tekeer daar over die balletjes. Wat dacht je toen? Ja, zo snel mogelijk corrigeren natuurlijk. Maar de eerste ronde, ik had eigenlijk voor mezelf uitgemaakt om niet te springen. Maar de eerste ronde heb ik het wel gedaan en dat ging eigenlijk vrij goed. Dan heb ik een paar ronden gelopen en ik had een klein gatje op Wout volgens mij, als ik het me goed herinner. En ik denk als ik hier... Je was net een kloof aan het uitbouwen toen. Ja, en ik dacht als ik hier nu over de balken spring heb ik een voordeel. Maar die eerste balk ging een beetje mis. En dan heb ik mijn rare beweging denk ik toch nog een valpartij kunnen voorkomen. En het had erger kunnen zijn, hè? Want blijkbaar was die kader echt gebroken, vertelde ze in de materiaalpost tegen ons. Ja, dat was een vrij harde klap inderdaad. Ik had alleen door dat mijn stuur helemaal scheef stond. En dat stuurde nog wel raar naar de materiaalpost. Maar dat die gebroken was, dat wist ik niet. Wout van Aert zei het ons daarnet ook, de supporters die waren ook heel positief voor jou vandaag. Heel ander verhaal dan vorige week op het wereldkampioenschap. Ja, maar dat is eigenlijk al heel het seizoen. Alleen op het WK was dat een beetje een gedoe, vooral ook na het incident met Wout aan. Maar voor de rest vind ik het altijd wel heel leuk om voor dat publiek te rennen. En dit zijn wel de duellen waarvan dat de cross leeft volgens mij. Absoluut. En hopelijk kan dat nog lang duren. Wanneer haal je nu die mountainbike van stal? Normaal gezien staat die eind volgende week klaar en dan kan ik er al een beetje op beginnen trainen. En de week na Oostmalle zal ik gelijk naar Cyprus doorreizen om daar mijn eerste punten hopelijk binnen te halen. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel, Mathieu van der Poel. Ja, dat waren 3 heel vlotte babbelaars, Michel. Ja, dat zijn wel snel de plannen. Meteen na Oostmalle, woeps. Nog niet zo slecht gezien natuurlijk. Ik heb er nog eentje dat weet te doen. Sven Nys, in de periode van Paulussen en compagnie, mee op stage in Algarve. Met José de Kouwer als bondscoach toen. Daar is eigenlijk, dat is ruim een 10 jaar geleden, langer geleden. Ik denk 2004, begin 2004, 12 jaar geleden. Dat is het begin van de mountainbike carrière van Nys. Ja. De babbel,
de ervaringen even uitwisselen. Daar op dat plekje, ja. Daar had ik altijd last. Zo gaat dat, hè? Heel wat leuker, hè, deze babbel, dan op het WK. En dan de recovery shake onmiddellijk, hè. Echt op een top profs, hè. Ja, absoluut. Daar wachten ze nog niet te lang mee. Gebruik jij nog recovery shake? Totaal niet. Zou niet weten waarom. Deed je dat vroeger? Eigenlijk weinig van gehoord. Er was alleen extra en dat was het enige waar dat je kon op rekenen. Het evolueert, hè? Hm? Het is geëvolueerd. Ja, absoluut. Als je dat ziet, hoe dat ze daarmee omgaan. En ja, dat begint eigenlijk al van bij de jeugd. En zo hoort het ook. Hè. Voor de rest mag je toch niks meer doen van herstel. Ja, dan moet het wel daaruit komen. Okay. In de achtergrond is Mark Bolle met zijn warme stem in de weer aan de microfoon. En zoals dat gebruikelijk is in dit regelmatigheidscriterium bij onze grote Superprestige. Immens veel volk op dat podium. Maar het gaat natuurlijk om de atleten. Daar is Tom Meus goed ingepakt. Weet hoe het hier zit met de wind die zijn spel speelt. En dan kun je maar beter opletten voor een keelontsteking of een griepje nu de griep in het land is. Wout van Aert is tweede. Nog altijd op zoek naar winst in de wereldkampioenentrui. Ja. Het zou leuk zijn voor hem, Mathis. Het is al wel goed, zeker dit seizoen. En Mathieu van der Poel met zijn 10e seizoenszege. Hij de 5e van het WK, de Nederlandse kampioen. Die aan het eind van het verhaal maar een half seizoen meegedaan heeft. Wim Lambrechts, de eerste winnaar, Paul. Ja, ja. De betreurde Wim Lambrechts in 1991. Ja. De eerste editie van Wim Lambrechts. Gehuwd met mijn nichtje, Ilse Belmans. Onze laureaten hier. En daar is hij. In de bloemetjes te zetten. Ja, we gaan natuurlijk vragen aan onze laureaten op het podium van straks. Op de keper beschouwt drie Antwerpenaren. Ja, enkel eentje heeft een Nederlandse licentie, maar voor de rest allemaal regio. Noorderkempen. Of Kempen. Dat heeft ook met de Gazet van Antwerpen trofee te maken. Die implanting van talent. Dat heeft ook met jou te maken als spoortrekker, als een van de spoortrekkers. Met absolute zekerheid. Maar dat heeft ook te maken met het regelmatigheidscriterium dat minder bekend is, dat van de moedige veldrijder. Dat heeft ook te maken met de dikke bandenraces, met de kleinere crossen in Nederland. Ja, is het niet? Dat speelt allemaal mee. Even over de grens en daar een koersje gaan betwisten op de leeftijd dat bij ons nog niet mocht. Ja. En zelfs Hoogstraten nu bij de Superprestige, maar vroeger ook helemaal bij de Gazet van Antwerpen trofee. Ja, en je krijgt natuurlijk aardbeien hier in de aardbeiencross. Wauw, nog eentje. Zo'n hele doos voor Tommeke Meussen. En Tom weet wat te zoenen is, hij heeft er ook de lippen voor. 1, Mathieu van der Poel. 2, Wout van Aert. En 3. Tom Meus, dat was het. Van Aert, leider, vast in de leiderstrijd en op weg naar de Grand Slam. Goed, bedankt Paul. Bedankt aan Gunter Hergotsen en de hele ploeg. Maar ik geef graag het slotwoord aan collega Maarten van Grambeer.